Goedenavond. We beginnen met topbestuurders die tientallen nevenfuncties hebben. In Nederland worden vrijwel alle belangrijke commissariaten en voorzitterschappen verdeeld binnen een kleine kring van bestuurders. En hoe wenselijk is dat eigenlijk? Deskundigen constateren falend toezicht en belangenverstrengeling door bestuurders met hun waslijsten aan nevenfuncties. Als je kijkt naar de bouwsector, als we kijken naar de zorgsector, als we kijken naar de corporatiesector, dat waren natuurlijk ook sociaal bedrijven, dan zie je toch, dat kan je er niet even op een namiddagje bij doen. Als je die lijst doorspit, dan kwam je toch wel vaak tot, kwam ik althans nogal vaak tot de conclusie, denk van nou, hoe je dat voor elkaar krijgt in een normale werkweek of zelfs in een extra werkweek, dat is me niet echt duidelijk. De toezichthouders in de publieke sector hebben te veel nevenfuncties en kunnen hun werk eigenlijk niet naar behoren uitvoeren. Dat vinden oud-staatssecretaris Rick van der Ploeg en de oud-voorzitter van de commissie Tabaksblad, Morris Tabaksblad. Het gaat de laatste tijd vaak mis bij het toezicht van organisaties in de publieke en semi-publieke sector, zoals gezondheidsinstellingen en woningbouwverenigingen. Woningcorporatie Woonbron heeft zich verteeld aan de renovatie van het passagiersschip SS Rotterdam. De problemen bij de IJsselmeerziekenhuizen stapelen zich op. Sinds een maand is er een operatieverbod vanwege de niet-steriele lucht in de OK's. Volgens de interimdirecteur is de boel technisch al failliet. De Amsterdamse woningbouwvereniging Rochdale heeft zijn directeur Hubert Mullenkamp op staande voet ontslagen. Uit het vertrouwelijke rapport blijkt dat Mullenkamp zichzelf salarisverhogingen en bonussen toekende, zonder dat die in de jaarverslagen werden vermeld. Daarbij werd hem niets in de weg gelegd door de Raad van Commissarissen van Rochdale. In alle gevallen hadden de raden van toezicht of de raden van commissarissen niets in de gaten, totdat er stront aan de knikker was. En in dat geval was het te laat. Er was sprake van falend toezicht. De toezichthouder verzuimde de bestuurder goed in de gaten te houden. Ik ben zelf betrokken geweest bij een academisch ziekenhuis en dat was toch een behoorlijk tijdsbeslag. Het verschil met een commissariaat was niet zo erg groot. Zo'n instelling is ook een bedrijf wat alle aspecten heeft die je ook in een beursgenoteerde onderneming, waar ik dus meestal bij gezeten heb, tegenkwam. Het toezicht op de bestuurder faalde. En vraag is hoe dat komt. Die raden van toezicht worden bevolkt door mensen die hun sporen hebben verdiend in het openbaar bestuur. Mensen uit het zogenaamde Old Boys Network, een gesloten circuit. Hans van den Heuvel is hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Je ziet nog wel dat men elkaar functies toeschuift. Ja, je ziet ook hoe werkt dat dan? Kunt u dat eens uitleggen? Nee, daar kun je niet. Het is niet openbaar, dus daar kun je hoogstens naar gissen. Maar ik denk dat men elkaar opbelt en dat men in vraagt van weet je nog een goeie? En zo lopen die hazen. Het zijn toch vaak 50'ers, 60'ers. Uit een bepaalde achtergrond hebben ze gehad, een bestuurlijke achtergrond. Vaak zijn het een beetje alfa-aapjes. Dus van die mensen. Wat zijn alfa-aapjes? Van die mensen met een beetje te veel testosteron vroeger, die graag een beetje de baas willen zijn. En zo kom je vaak toch steeds bij dezelfde mensen uit? Jazeker. Men komt bij dezelfde, die het klappen van de zweep kennen, waar men op kan vertrouwen, die betrouwbaar zijn, zodat men weet wat men aan iemand heeft. Ja. Het gaat vaak om oud-Kamerleden, oud-ministers, mensen uit het bedrijfsleven of wetenschappers. Ze accepteren veel nevenfuncties, terwijl ze daar weinig specifieke kennis en nauwelijks tijd voor lijken te hebben. Ik ben zelf een beetje een workaholic, maar ik zou me toch erg ongemakkelijk voelen als je meer dan 3, misschien maximaal 7 nevenfuncties hebt. Ja, sommigen hebben er wel 30. Ja, dat is dus onmogelijk. Ik heb nogal gisteren gelezen in de kranten, daar komt ook mijn kennis natuurlijk vandaan, van de verbazing bij toezichthouders dat het onder hun toezicht gebeurd is. Dus dat vertelt je wel iets. En dat vertelt dus dat ze dus niet voldoende betrokken waren bij die instelling. Ja, je komt daar in je auto met chauffeur aanzetten. Dan op de weg naar daartoe moet je nog even snel de stukken lezen. Ja, als je net gebeld wordt, hè, of er is net iets leuks op de radio, dan kom je er net niet aan toe. En dan zeggen ze allemaal wel ja, maar al die nevenfuncties die helpen me. Dan heb ik meer kennis van zaken. Maar eigenlijk in feite waar het op neerkomt is dat men onvoorbereid, onbeslagen aan ijs komt. En dat grote organisaties zoals de grootste pensioenfonds van Nederland, voor al onze ambtenaren, dat wordt niet optimaal bestuurd. Dat kan ook niet optimaal bestuurd worden. We nemen één van die toezichthouders onder de loep. Oud-minister Elko Brinkman. Hij was tot voor kort onder meer voorzitter van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en commissaris van de gehandicapteninstelling Philadelphia.
Het ABP heeft de afgelopen maanden veel geld verloren op riskante beleggingen. En bij Philadelphia zijn de verkeerde investeringen gedaan. Het is geen luchtkasteel, het is een echte. Kasteel Beverweert is tekenend voor de tomeloze ambities van Philadelphia. De mislukte miljoenenaankoop was een nevenactiviteit. De verbouwing is niet bedoeld voor gehandicapten, maar echt waar, voor vegetarische bejaarden. Bij Philadelphia gaat Brinkman binnenkort weg en bij het ABP is hij inmiddels vertrokken. Elko Brinkman heeft nog steeds tientallen nevenfuncties. Naast zijn hoofdfunctie het voorzitterschap van Bouwend Nederland. Hij is vicevoorzitter van VNO-NCW. Tot kort geleden lid van de Raad van Toezicht van de VU en het Academisch Ziekenhuis van de VU. Maar hij is ook lid van de Raad van Commissarissen bij Philip Morris. Voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. Voorzitter van de Raad van Toezicht van Staatsbosbeheer. Plaatsvervangend lid van de SER. Maar ook deze functies heeft hij. En dan zie je inderdaad dat sommige mensen inderdaad waslijsten van activiteiten hebben. En dat kan geen enkel mens aan. Elko Brinkman had geen behoefte om in onze uitzending te reageren. Maar hij sprak wel een paar weken geleden in Pauw en Witteman. Maar ik geloof dat het een voordeel is om een combinatie van functies te hebben in zo'n tijd. En dat je de mensen om wie het in zo'n situatie gaat direct kunt bellen. En dat je daar direct de beste informatie in vertrouwen kunt wisselen. Morris Tabaksblad is bekend van de code Tabaksblad. Onder zijn leiding werden 5 jaar geleden gedragsregels opgesteld voor het bedrijfsleven en met name voor multinationals. Het aantal commissariaten in het bedrijfsleven moest beperkt blijven tot maximaal 5. Iets dat niet gebeurt in de publieke sector. Kennelijk niet, anders kan ik me niet voorstellen dat het nog steeds zo... Dat men zelf niet tot de conclusie komt van ik kan dat allemaal niet aan. Dat kan ik niet met mijn eigen professionele verantwoordelijkheid overeen doen stemmen. De toezichthouder heeft gefaald omdat deze te passief is geweest. En dat moet, net als in het bedrijfsleven is gebeurd, veranderen. Een actievere betrokkenheid betekent dat je dus niet alleen passief wacht tot er problemen zijn of aangedragen worden door het bestuur. Maar dat je zo betrokken bent met die instelling, dat je zelf ook dingen kunt voorzien. En dat je trends kunt gaan volgen waar je denkt, van dit, daar moet ik toch wat meer van weten. En dat je weet waar het vandaan komt. En liefst op zo'n vroegtijdig moment dat je er nog wat aan kan doen. De situatie van Elko Brinkman is niet uniek. Zelfs actieve politieke bestuurders hebben nevenfuncties, zoals de commissarissen van de Koningin. Een voorbeeld is Harry Borreghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Hij zat tot voor kort ook in de Raad van Toezicht bij de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen en wordt nu waarschijnlijk de opvolger van Elko Brinkman bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Er is een groot aantal commissarissen van de Koningin dat vrijwel geen nevenfuncties heeft, althans geen betaalde nevenfuncties, geen commerciële nevenfuncties. En er zijn er enkele die daar een hele prominente positie in innemen. Ja, wie zijn dat? Voor mij zijn de kampioenen momenteel mevrouw Maaiwegge en vooral mevrouw Pijs, commissaris van de Koningin in Zeeland, die komt voor mij op de eerste plaats, want die heeft er meerdere zware commissariaten, zou je kunnen zeggen. Maaiwegge, commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, zit onder meer in de Raad van Commissarissen bij de ING Bank Nederland. En Carla Pijs doet datzelfde werk bij verzekeraar Aegon. Er zijn naar mijn idee 2 problemen. In de eerste plaats is het de vraag of er geen sprake is van belangenverstrengeling. Want als lid van de Raad van Commissarissen van ING of van Aegon heb je de belangen van dat bedrijf, het zijn multinationals, te behartigen. Maar die bedrijven hebben ook belangen in de provincie waar deze commissarissen van de Koningin hun ambt moeten uitoefenen. Dus die moeten als commissaris van de Koningin de belangen van de provincie vertegenwoordigen. Dat zijn conflicterende belangen. Dat zijn in ieder geval conflicterende belangen. En in de tweede plaats is het... Ja, worden deze mensen niet zomaar gevraagd. Die worden over het algemeen, dat patroon zie je ook in de loop van de tijd, dat ze gevraagd worden omdat ze een belangrijke, invloedrijke functie in het openbaar bestuur vervullen. Commissaris van de Koningin, dat is zo'n belangrijke, invloedrijke functie. Ook Maaiwegge en Pijs wilden niet in onze uitzending reageren. Die conflicterende belangen zie je ook bij anderen in het openbaar bestuur.
Een probleem waar we nog helemaal niet over gehad hebben is natuurlijk het probleem van de belangenverstrengeling. Er zijn gevallen bekend, er zijn veel gevallen bekend. Ja, maar bijvoorbeeld iemand die heel groot is in Bouw Nederland. Elko Brinkman? Bijvoorbeeld. Overigens was een hele goede minister, een hele goede secretaris-generaal. Ik twijfel niet aan zijn kwaliteiten. Maar het is wel een beetje vreemd als je tegelijkertijd betrokken bent bij het nemen van grote beleggingsbeslissingen van het grootste pensioenfonds ter wereld, zo'n beetje. En ja, als je dan ook nog een keertje de belangen vertegenwoordigt van Bouw Nederland. Ja, dat kan haast niet, dat is gek. Het is een man die dan tegelijkertijd bij een van de grootste tabaksbedrijven in de wereld werkt, Philip Morris. Daar commissaris is, of precies als voorzitter van de Raad van Commissarissen, dat weet ik niet precies. Maar ja, dan ook nog voorzitter van het Rode Kruis. Ook nog bij het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit. Op een gegeven moment ga je denken van, ja, kan het nog gekker? Ja, een moeilijk verhaal om uit te leggen, want als in de Raad van Commissarissen, als lid van de Raad van Commissarissen van Philip Morris, moet je toch zorgen dat er zoveel mogelijk sigaretten worden verkocht en dat er zoveel mogelijk verdiend wordt. Dat is een nobel streven van zo'n company, hè, van zo'n bedrijf. Maar als lid van de Raad van Toezicht van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit moet je toch zorgen dat het Kankerinstituut zo weinig mogelijk te doen heeft, of althans zo goed mogelijk functioneert. Te veel nevenfuncties in het openbaar bestuur. Te passief toezicht. Het risico van belangenverstrengeling. En dat zonder verantwoording af te hoeven leggen. Oud-staatssecretaris Rik van der Ploeg vindt dat er wetgeving moet komen. Ik ben een groot voorstander voor een wet. Voor nevenfuncties in de semi-publieke sector. Dus al die sectoren die heel erg sterk afhankelijk zijn van overheidsopdrachten of van overheidsregulering. Ja, dat zijn sectoren waar je juist mensen gaat vragen die je kunnen matsen, die je kunnen helpen. Die bij wijze van spreken met één telefoontje van de premier, van de minister-president of van de minister van Volksgezondheid of de minister van Bouw verwijderd zijn. Dan zou je inderdaad dus kunnen denken aan iets à la de commissiecode op het tabaksblad. Daar hoef je ook geen lange studies voor te doen, waar je gewoon in ieder geval het aantal nevenfuncties aan banden legt. Dan zou je kunnen zeggen een maximum van 5, dat is mooi. In onze uitzending van morgen reacties uit Politiek Den Haag op het falend toezicht door toezichthouders die dus te veel nevenfuncties hebben.